Hey yo kijkers van Shadowgames23, ik ben Ronald en vandaag heb ik voor jullie een nieuwe aflevering van GTA 5. En jongens, vandaag gaan we eens even kijken wat voor missies wij gaan doen voor mijn goede Mattie Franklin. En jongens, ik zag net dat ik helaas Pindakaas niet betaald werd voor die missie van gisteren. Het is echt niet normaal, we werken hier voor godverdorie helemaal niks. Eens even kijken, goed. Nou, we kunnen een missie voor Franklin gaan doen. We kunnen Strangers and Freaks doen. Of we kunnen Simeon doen. Weet je wat, laten we gewoon Simeon gaan doen, want nou ja, ik zei al in de vorige aflevering dat ik Simeon eigenlijk wel graag wou doen, maar dat ik eerst Strangers and Freaks wou doen. Dus we gaan gewoon eerst dit maar eens even doen. Goed, nou, we gaan gewoon ook met die tow truck naar Simeon toe, why the fuck not. We parkeren hem daar gewoon en dan heeft Simeon een gratis sleepwagen, dat is altijd wel handig denk ik. Als zijn auto kapot is of zo, kan hij niet wegslepen. En het is verdorie nog steeds nacht. En ja, hallo meneer, toet toet. Ga eens moven. Oh mijn god, sorry meneer de paalding. Het spijt me heel erg. Ik kan niet vrachtwagen rijden in de GTA. Oh god, verkeerd gereden, geweldig. Nou ja, eens even kijken. Gaan we binnen door? Want dit is volgens... Ja, dit is binnen door. Holy shit. Waarom laat GTA mee omrijden? Wat is dat voor oud navigatiesysteem in deze oude poeptruck? Serieus. Oh god. Hé, hey, wapenicoontje. Nou, het zal wel niet van een wapenwinkel zijn of zo. Hebben we nu geen boodschap aan... Oh god, Simeon is hier. Oh god, bijsturen. Holy shit, oké. Nou ja, we zijn er achter op beland. Eens even kijken. Toet, meneer. Eens even kijken. Zo parkeren we even die truck hier zo. Huppakee, goed. Nou, Franklin, stapt u maar eens even uit, meneer. En dan gaan we eens even kijken wat Simeon voor ons in aanbieding heeft. Nou, Simeon heeft kennelijk een nieuwe Mini Cooper. Oké, helemaal prima. Zeg, hallo, wat is dit nou? Waarom zit de achteruitgang dicht? Ga mij nou alsjeblieft niet vertellen dat ik het hele pok eind om moet lopen. Jezus, Simeon. Why you do this? Dit is niet leuk. Nou, Franklin krijgt in ieder geval even wat beweging. Dat is in ieder geval iets. 1, 2. Oh, hier is dat missie dingetje. Oké. Zo. Premium Deluxe Motorsport. Oh, kijk, het wordt weer dag. Halleluja. Oh, mooie gele auto. Mooie gele kanarienauto. Kanariegeel, zeggen we dan. God, wat is die nou weer allemaal? Ik vind die Simeon maar raar dreus. Ja, waarom heb je die auto dan ook verkocht, man? Jongen, verkoop die auto terwijl hij eigenlijk heel bang is dat hij er een crashje op laat komen ofzo. Jongen, man. Een SUV, oké. Rijke stinker dus, oké. Oké, gele auto. Ik heb geen idee wat voor auto het is. Volgens mij iets van een SUV dingetje of zoiets. Ik zag iets over een SUV. Wacht eens even. Was dat die auto die hij verkocht aan dat rare kwiebesje daar net toen daar binnen? In een van de vorige afleveringen? Nou, het zal wel. Eens even kijken. Goed, ik moet dus naar de gele step. Eens even kijken. Hoe ver is dat? Eens even kijken. Als het heel ver is, nemen we gewoon een mooie sportwagen. Holy shit, dat is ver. Even kijken. Nou, mooie sportauto. Eens even kijken. Is deze goed? Oh, deze volstaat wel. Go to the house. Oké. Ik neem wel even deze auto mee, Simeon. Mag wel even, hè? Ja. Maar goed, we zoeken dus naar een gele SUV in een van de rijke stinkertsgarage. Oké. Ik vind het helemaal prima. Holy shit, snelle auto's dit, zeg. Maar ik snap dat niet waarom hij dat ook godverdorie heeft gewoon verkocht aan een kleine kind of zoiets. Ik vond het al een rare kubus die auto kocht toen. Nou, het zal wel. Eens even kijken. Miep, miep. Toet. Eens even kijken. Hierin. Oh shit. Oké. Wat is dit nou bij Simeon? Verraad. Oh god, die motor hebben we nog niet teruggebracht. Oké, I'm sorry. Ja, hallo, man, wie is op de weg hier? Jezus. God, moet ik nog inbreken ook nog? Oh god, ik rijd tegen een bord / stampbeeld meuk ding aan. En natuurlijk staat iedereen hier weer verdorie midden op de weg. Beetje niks te doen, jongen, man. Goed, we moeten dus gaan inbreken. Geweldig. Ik zou eigenlijk zoiets moeten hebben. Simeon, Gabber, Matty, homie dingetje. Je lost het maar op. Bekijk het maar. Ik doe het niet. Ik ga gewoon lekker biertje drinken thuis.
Dus hier we zien. Goed. Nou, zijn we er al? Oh, we zijn er bijna. Oké. Okay. Nou, autootje parkeren. Oké, zo. Prima. Nou, dan moeten we naar binnen. Hoe gaan we dat doen? Kunnen we hier overheen klimmen misschien? Allee, hoepla. Zo, kijk eens aan. Helemaal goed. Oké. Okay. Find a way into the house. Oké. Okay. Press L to enter stealth mode. Oké. Okay. Even kijken. Take out the gardener. Oké. Okay. Is goed. Even kijken. Press L. Oké. Okay. Bam. Zo. Hup, recht in je bakkers. Oké, okay, goed. Nou, en nu? Iemand thuis. Hallo. Dit schiet nu op. Echt serieus. Nou, even een beetje de vader in. Oké, okay, zo. 1, 2. Lekker joggen. Holy shit. Mooi zwembad hier, jongen. Even kijken. Nee, gast, daar kun je naar binnen. Had ik meteen al zo van. Nou, what the fuck. Oké, okay, we moeten... Oh, kijk. To reach the open window, climb onto the car and then onto the roof by pressing... Oh, mijn god. Franklin, niet zo falen. Hup, klim dat ding op. En klim daar op gewoon. 1, 2, jee. Jezus, mijn geschreeuw daar binnen. Nee toch. Oh, mijn god. Nu gaan we allemaal heel stil lopen doen waarschijnlijk. Oké, okay, nou, hup, ik hier naar binnen. 1, 2, even voorzichtig, zo. Niemand mag mij zien natuurlijk. Oh god, jezus. I thought alerting the residents. Oké, okay. Retrieve the car. Ik hoor allemaal geschiet hier op de achtergrond, dat zal wel. De bewoners mogen zich van mij een paar wel overhoop knallen. Het interesseert me gereed. Eens even kijken. Blue sound blip on the radar. Detects how much sound you are generating. Het zal allemaal wel. Waar moeten we precies heen? Eens even kijken. Nou, we gaan hier maar langs. Oh god, er zijn allemaal mensen daar. Voorzichtig. Oké. Okay. Niemand merkt ook dat ik zomaar door het huis heen wandel. Hé, hey, dit is een gele SUV. Moeten we deze hebben? Nou, het zal wel. Kennelijk wel. Staat er een blauw puntje bij. Dus het zal. Oké. Okay, take the car back to the dealership. Copy that. Oké. Okay. Niemand merkt ook dat de auto weg is. Geweldig. Ik ga dit vaker doen. Ik ga hem over dure auto's stelen. Allemaal verkopen op de zwarte markt. Nou, eens kijken of we deze auto veilig terug kunnen brengen naar Simeon. Want daar zou die denk ik wel blij mee zijn. Dan, krijgen we in ieder geval hopelijk geen gezeik meer over die motor die we hebben gestolen. Kennelijk. Had Lamar die niet meegenomen? Die groene motor? Nou, het zal wel, ik weet niet meer. Oké, zo. Nou, eens even veilig doen hier hoor. What the fuck, er ziet iemand in mijn auto. Hallo, wilt u wel even uitstappen meneer? Dit tolereren wij hier niet. En ik zie geen flikker wat de fuck hier allemaal aan de hand is. Oké. What the fuck, waarom zit die gast in mijn auto met een pistool aan mijn hoofd? Vind ik niet lief dat. Ik kan niet rijden onder druk. Ik ga gewoon heel hard op de rem zetten en dan vliegt hij zelf wel door de voorruit waarschijnlijk. Nou, het zal wel. Een biertje? Nou, bestel mij maar vast dan een grols, denk ik. Wat wil jij, Heineken of zo? Nou, tot nu toe gaat het in ieder geval goed met de rijden. Ik heb er nog geen crashje op gekregen. Dus even kijken, zal waarschijnlijk heel snel gaan veranderen, maar goed, het zal wel. Dus even kijken, moet ik hier stoppen, maar hier is de dealership toch niet? De dealership is daar aan de overkant. Of niet, is dat de dealership? Ja, dat is de dealership. Ja, dat is het. Nee, dat weet ik niet. Oké. Okay. Had het ook gewoon vriendelijk kunnen vragen. Met alsjeblieft misschien. Nou, kom op. Ram through the dealership window. Oké, okay. Ik had eigenlijk geen crash op willen maken. Maar goed, Simeon moet maar gewoon even zijn kop houden. Want nou ja, ik heb geen zin om dood te gaan. Oké, okay, zo. Hi Simeon. Ik heb een nieuwe ingang gemaakt. Weet wat? Oh, hij vindt het kennelijk niks. Nou, zonde. Sorry. Oh, geld, dank je. Had ook gewoon meteen kunnen zeggen, ik betaal je ervoor. Nou, het zal wel. Oh, oh, beat up Simeon. Oké, okay, haja, haja. En hier recht in jouw bakkes, jij vieze homo-rus. Hier, hier. En hier ook nog. Zo, huppakee. What the fuck, waarom zijn we nou een keer bij die auto? GTA Logic. Press B to counter while dodging. Nee.
Oh, recht in zijn bakkes. Goed zo. Kwam die gast niet ook voor in die eerste episode, zeg maar, met al het sneeuw? Toen was hij wel kaler. En toen zag hij er wat jonger uit, volgens mij. Of ligt er mee, ik weet het niet, hoor. Ik haal altijd al die mensen in video's door elkaar. Of in games, bedoel ik. Ja, video's ook. Want nou ja, als je video's kijkt van games, dan... Ja, nou, het zal wel. Ik haal in ieder geval altijd dat volk allemaal door elkaar. Nee. Ga maar gewoon eens even fatsoenlijk doen, jij Simeon. En maak wat van die mooie ingang die ik heb gemaakt. Waardeer eens een keer iets wat ik voor jou doe. Idioot. Zo, eens even kijken. Wel, mission passed. Oké, we hebben zilver. Dat is nice. Eens even kijken. Laten we eens even gaan kijken hoe deze gast heet. Eens even zien. Hij heet Michael en hij heeft 7000 euro op zak. Rijke stinkert. Ja, als je ook in zo'n huis woont, dan mag ik ook wel aannemen dat je zoveel geld hebt. Maar goed jongens, wij zijn dus nu kennelijk Michael. Deze gast die kwam ook voor in de trailer volgens mij. Ik weet het ook niet meer. Want die trailer is ook al gewoon een week geleden dat ik die heb gezien voor het laatst. En hij kwam ook voor in het beginstukje. Dus ik denk wel dat deze een grote rol gaat spelen in de game. Maar goed, in ieder geval jongens, bedankt voor het kijken. Vergeet niet om een like achter te laten. En als je dit een leuke aflevering vond, abonneer even voor meer GTA 5. En dan volg mij trouwens nog even op Twitter, @ShadowGames23. En dan zie ik jullie de volgende keer weer bij meer GTA 5. Dus ja, later mensen.